De derde band vanavond in het concours van B-Jazz is een trio rond organist en pianist Laurent Coulondre uit Frankrijk. Hij is een muzikant die zich, zoals hij zelf zegt, geheel overgeeft aan de diepe wereld van het orgel. Met zijn voeten creëert hij een bijzonder basdynamiek. En met zijn handen is hij heel percussief en dynamisch. In Frankrijk drukken oudere muzikanten hem nu al aan hun geliefde borst. En hier vanavond brengt hij zijn vrienden mee. Martin Van Germay op drums en Rémy Bouissière op bas. Uw applaus voor het Laurent Coulondre trio. Thank you.
Good evening, everybody. Okay. We just start with a song called Sunny Road Trip, and we're going to continue with the mandatory piece that you were twice tonight. Is it Eternal July? Thank you.
Thank you. We're going to continue with the standard. We choose Whispernut, Benny Golson, and thank you for listening. Thank you.
Thank you.
Thank you. You can listen on drums, Arthur Allard, s'il vous plaît. On bass, on double bass, Rémi Bouissière. It's a pleasure to be there. Voilà, j'ai dit que je mixerais anglais, français. Voilà, bon, bref. On est très content d'être là ce soir et de faire partie des finalistes. Et on est surtout content de pouvoir partager notre musique avec vous. We are very happy to share our music with you. It's the most important thing. And thanks for listening. We're going to continue with another composition. It was a song called Fun Kids. And we're going to continue with Bouncing Peanuts. Thank you.
Thank you so much. Before to play the last song, I would thank all the organization of BJazz because we are bien accueillis, comme on dit, très bien accueillis. Voilà. On voudrait aussi remercier la technique, voilà, qui nous permet de jouer. And we're gonna finish this set with a song called Schizophrenia. Thank you.